Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 16 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is koud. Er is ook Sahara-zand uit de lucht aan het vallen, zeggen ze. Dus de kans is groot dat je ramen heel vies gaan worden. Nou worden de buitenramen hier toch niet gewassen, dus dat maakt niet uit. Een beetje meer zand of minder maakt dan ook niet zo heel veel uit. Ja, ik kan die zelf niet wassen, dus dat houdt een beetje op. En het wordt ook niet gedaan vanuit de woningbouw. Ik ga zometeen even de katten kammen, want ik word helemaal gek van het haar hier. Ik ga de kleden wassen en de katten die moeten echt gekamd, want het is echt verschrikkelijk. Zo aan het verharen zijn ze, dus ik hoop dat ik wat van het haar weg kan halen. Dat het dan iets minder wordt, maar ze zijn nu een wintervachtje aan het verliezen. En dat, ja, dat ga je merken hier. Nou, dan ga ik hier daarna even de boel doen en ik ga even doodles tekenen. En daar ga ik jullie even bij zetten. Ik heb een haartje in mijn lipstick. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Ja, op zich, het is wel leuk, maar ik merk gewoon aan mezelf dat ik veel irritatie heb. Er werd ook nog weer een laatste koppel voorgesteld, die gaat trouwen. Nou ja, ik vond dat die man best wel veel eisen had aan een vrouw. Hij zei ook steeds vrouwtje. Nou, dat vond ik zo neerbuigend klinken. En hij bedoelt het vast misschien op een leuke manier, maar ik vond het niet echt leuk hoe hij dat zei. Dus ja, ik begin het gewoon wel minder te vinden. Ik kijk het wel af omdat ik graag wil weten welke koppels er bij elkaar blijven, maar er komt wel meer irritatie vrij. Ik heb ondertussen ook Ajax te kijken. Nou, dat was om te huilen, want we liggen eruit. Ze hebben weer verloren. Dus ja, dat was tegen Benfica of zo. En in de achterfinale hebben ze het niet gered. Dus nu maar focus op de zondag van de wedstrijd van zondag. Ik heb de vlog afgemaakt. De foto's heb ik nog niet helemaal af. Dus daar moet ik vanavond nog even mee verder. Ik heb Sweet Magnolia's gekeken. En daarna eigenlijk gewoon weer flikken. Dus dat was het verder ook wel. Dus op zich was het wel een prima avondje. Ik heb wel de verwarming weer aangedaan. Want ik vond het echt wel heel erg fris. Dus dat was wel fijn. Want ja. Maar hier gaat gewoon toch nog niet in de kou zitten. Ik had het van de week niet gedaan en dat beviel me gewoon echt niet. Want toen dacht ik, oh, het is hier binnen 20 graden, dus dan doe ik het niet. Maar dat was geen succes. Dus ja, ik ga nu maar eventjes de katten borstelen. In de hoop dat ze wat van hun haar verliezen. Maar ik denk dat er wel aardig wat vanaf komt. Dus ik ga jullie meenemen en dan ga ik lekker aan de gang. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten.
Zoals je hebt kunnen zien heb ik de katten eventjes geborsteld met een handschoen. En ik schrok toch wel wat er allemaal van afkwam hoor, qua haar. Je ziet wel echt hoe onwijs harig ze zijn. Ik wist het natuurlijk al wel omdat ik overal plukken haar vind. Maar dit spande wel even de kroon dat ik dacht van oei. Kijk, ik heb nu dit straks afgenomen. Maar als je alweer goed kijkt, zie je hoeveel haar hier alweer ligt. Nou zie je het misschien niet heel goed omdat het wat blonde haartjes zijn. Dit ga ik zo gelijk weer even weghalen. Maar het zijn vooral muis en tijgertje die heel erg harig zijn. Mickey valt me nog mee. Crisis, wat een haar zeg. Ja, het is vast herkenbaar voor mensen met dieren. Ik weet niet of honden het eigenlijk ook hebben, maar ik schrok er nogal van. Dus ik was heel blij dat ik hier de boel helemaal goed heb gedaan. Alleen, je vindt dus vrij snel weer haren. Maar voor nu is het in ieder geval wel weer even schoon. De kleden zijn zo klaar, die kunnen dan weer lekker terug. Het is op zich wel heel lekker bezig geweest. Ik heb de doodles getekend. Ik moest eventjes een telefoontje doen en de wachttijd was 20 minuten. En ik had het eerst al begin van de middag geprobeerd. Toen kwam ik er ook niet doorheen. Toen had ik zoiets, nou, ik ga eerst wel aan de gang. Toen dacht ik, nou, doe ik het wel tijdens het tekenen. En toen ben ik er uiteindelijk wel doorheen gekomen, maar... Waarom zijn die wachttijden zo lang? Ja, het is gewoon druk waarschijnlijk. Het was gelukkig een gratis nummer, dat scheelde weer. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Dit is mijn huis. En verder ga ik even gamen. En ik moet natuurlijk even de foto's verder afmaken, want die zijn nog niet klaar. Ik moet er even een thumbnail maken, dan kan ik de vlog inplannen. Ik ga de Sweet Magnolias kijken. En... ja, daarna gewoon weer flikken. Maar zo eerst even die haartjes opruimen. Maar ja, het was wel fijn om alles weer even goed te doen. Ik werd er wel weer heel blij van. Het voelde gelijk weer goed aan. Ik heb schone lopers opgedaan. Ja, ik weet niet hoe lang die haar vrij blijven. Want ja, je hebt gewoon heel snel het haar. Maar ja, dat is eventjes daar doorheen gaan voordat hun vachtje kwijt zijn. Ik ga even die haartjes opruimen. Dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 17 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb al even mijn sportworkout voor jullie gevlogd. Want ik ga zo meteen een video opnemen. Dus dan zal ik die beelden hierna even plakken. Ik heb gisteravond naar Dit is mijn huis gekeken. Ja, voor mij was het een beetje een makkie. Het was namelijk een koppel. Die had een paar jaar geleden een huis gebouwd dat ronddraaide. Dus eigenlijk een soort van roterend huis, zeg maar. Dat kon draaien. En toen zag ik die man, toen dacht ik, jij bent het. Want ze zijn daar toen al een keer mee in het nieuws geweest en dat had ik dus onthouden. En die man die had dus een bekend gezicht, toen dacht ik, jij bent het. En ik had inderdaad ook gelijk. Dus voor mij was dat iets minder leuk. Er is nog steeds wel veel commentaar op. Het lijkt een beetje op de Faker. De Faker is een programma van Zep. Daarin heb je een groep van de jongens en de meiden. Die gaan dan bij een gezin langs en één familielid in het gezin die hoort daar dus niet bij. Dat is dus de Faker. Die is vervangen. En dan is het aan die aan de persoon die daar naar binnen gaat, is het de taak om te raden wie dan de faker is. En als het gezin, als die persoon het goed raadt, hebben ze een punt. Maar als ze het fout raden, krijgt het gezin een uitje. Maar bij Dit is mijn huis is het de bedoeling dat je... de persoon eruit pikt die daar echt woont. En die krijgt dan 1000 euro. Maar dat... is nog niet gelukt, maar goed. Ik heb even lekker Animal Crossing gedaan. Ik ben best wel lang bezig geweest met mijn blogpost, want dat viel een beetje tegen allemaal. Uiteindelijk is het gelukt. Ik heb eventjes een thumbnail gemaakt voor mijn vlog. Toen heb ik die mooi ingepland, dus eigenlijk allemaal ging het prima. Ik heb lekker Sweet Magnolias gekeken en daarna flikken. Ik had ook wel lekker gegeten, dus wat dat betreft ging het allemaal wel prima. Ik heb hier al wel weer wat haar liggen, dus ik ga zo even lekker stofzuigen. Ik heb het idee dat ik een lekkagevlek heb in huis. Ja, nu zie je het niet. Als de zon er heel erg opschijnt, heb ik een hele donkere kring op mijn plafond. Die heb ik ook dus in de slaapkamer, maar ik weet dus nog niet waar het vandaan komt. En waar ik dan boven zou moeten zijn om te kijken van, ligt daar iets wat nat is? Dus dat weet ik dus niet, maar ik hou het eventjes in de gaten. Maar het viel me ineens, dinsdag viel het me ineens op. Dus ja, een beetje afwachten. Ik hoop in ieder geval niet dat het erger wordt of groter. Maar goed, dat moet ik even gaan zien. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik eerst even een video opnemen. Dan is dat klaar. Dan wil ik nog even wat was naar boven brengen en dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Dus ja, tijd om eventjes aan de gang te gaan. En laat ik jullie nu eventjes mijn workout zien van de sporten. We'll be right back.
Zo, alles is weer gelukt. Het probleem is alleen dat de katten slecht eten. Nikki heeft de bak niet leeg en Tijger ook niet. Dan vind ik het alleen niet een goed idee. En nu gaat muis het op zitten eten. Meestal gaat het niet goed, dus ik hou het even in de gaten. De video dat ging eigenlijk vrij vlot. Ik heb dat ook gelijk allemaal opgeruimd. Nieuwe spulletjes alweer in het bakje gedaan. Ik heb ook even wat was naar boven gebracht. Want er lag heel veel, het moest echt de kast in. Nou, ik heb lekker even gebullet journal. 2021 is nu echt bijna afgerond. Het scheelt, ik heb nog niet heel veel dingetjes voor 2022 die erin kunnen. Maar ik ga wel eventjes alvast rondkijken voor een nieuwe mus. Misschien dat ik een leuke zie. Dus ja, eigenlijk op zich wel een prima middagje. Alleen ik heb het gevoel dat het alweer heel vies is. Omdat hier allerlei haartjes alweer liggen. Maar ja, er komt ook de zon schijnt erop. En als de zon op je huis staat, dwarrelt het stof. Ik ga straks even de nagellak eraf halen, want het ziet er niet meer zo mooi uit. Dan ga ik daarna eventjes... lekker douchen. Strakjes lekker eten. Vanavond heb je wel goede tijden natuurlijk. En meester Frank Visser, dat ga ik wel eventjes kijken. Daarna eigenlijk niet echt iets. Dus misschien dat ik nog wel eventjes een aflevering van de Verhulsjes ga kijken. Ik ga sowieso even lekker ook Animal Crossing spelen. Verder heb ik vanavond gewoon foto's om te bewerken. En moet ik... Nee, dat is het ook. Ik ga lekker de Sweet Magnolia's kijken. En vanavond nog weer flikken. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Het is wel raar dat Tijger en Mickey zo slecht eten. Dat waren normaal altijd degene die slechts hun bakje snel op hadden. Kijk, als jullie ziet. Kijk, Mickey had dit al laten staan. Zullen we stoppen, vriend? Kijk, dit. En Tijger heeft dit gewoon helemaal laten staan. Nou kan het dus zijn dat ze dus straks als... Als ik het niet zie, dat ze alsnog weer even wat gaan eten. Maar ik wel er wel een beetje van. Ja, als je buikje vol zit, zit je vol. Dan moet je stoppen. Dat moeten mensen tenslotte ook. Maar ja, nu gaat muis de bakjes leeg eten. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks weer doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 18 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lekker wat nieuwe make-up getest. Vind ik altijd wel weer leuk. Meestal op vrijdag de dag dat ik daarmee begin. Dat is heerlijk. Ik heb wel kippenvel, maar dat komt. Ik heb een beetje hoog water, want deze legging is niet heel lang. Het hoort al langer te zijn, maar hij komt een beetje tot bij mijn enkels. Dus het lijkt alsof ik er een beetje uitgegroeid ben of dat hij qua lengte wat korter is geworden. Ik heb gisteravond meester Frank Visser gekeken. Ja, ik vind het altijd wel leuk om even naar te kijken. De zaken zijn meestal wel heel triest, maar ja, het is altijd wel interessant. Daarna heb ik de Verhulsjes gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt. En toen ben ik de Sweet Magnolia's gaan kijken. Daar ben ik bijna doorheen. En daarna ben ik weer Flikken Gent gaan kijken. En ik moet echt zeggen... het lijkt wel of in België de politie-series allemaal gewoon supergoed aanslaan. Oh, ik heb een beetje last van mijn neus en een traanoog. Ik voel dat ik moet niezen, maar het lukt niet. Want eigenlijk hebben de meeste series in België best wel veel seizoenen als het op politie-series aankomt. Ik bedoel, wij kennen natuurlijk ook toppers. Ik bedoel, onze grootste topper is Flikken Maastricht. Die loopt het langst. Baantje heeft lang gelopen. Nou, Moordvrouw ook wel redelijk, maar dat is ook alweer een aantal jaar van de buis af. Nou, Flikken Rotterdam doet het ook goed, want die krijgen ook weer een nieuw seizoen. Maar ik ben toch op een of andere manier ook altijd wel heel erg dol op de Vlaamse politie-series. En ik kan het niet zo goed verklaren, maar ik vind het gewoon zo leuk. En ik heb het al gezegd, Flikken heb ik al wel een keertje gezien, maar ik vind het leuk om het her te bekijken. Je kunt het trouwens bekijken op Videoland, mocht je dat hebben. Nou ja, mijn boek is bijna uit, dus die zal ik vanavond uit hebben. Dus wat dat betreft top. Ik ga zometeen lekker de slaapkamer doen. Wil weer lekker even het bed verschonen en zo even alles weer doen. Dus daar heb ik op zich wel zin in. Mijn make-up boek is ook weer een ontplofte bende, dus die ga ik ook even lekker opruimen. Dus dat is de planning, maar ik heb een nieuwe bullet journal binnengekregen. En deze heb ik gewoon bij bol.com besteld. Dus ik ga even kijken of ik hem ook krijg met één hand. Dat zou wel fijn zijn. Ik moet even een beetje voorzichtig doen. Zie ik een openingetje? Oh, daar gaat hij.
ik heb weer een mus besteld. Mijn vorige bullet journal is nu bijna vol en die is echt... Volgens mij heb ik daar wel 3 jaar in zitten. Ik heb deze toen gekocht bij de boekenvoordeel. Ik wist eigenlijk niet dat je mus zo makkelijk ook online kon kopen. En daar was ik echt heel erg blij mee. Die heb ik toen op aanraden gekocht van Nathalie. Die zei toen al van... ja, het zijn hele fijne bullet journals. Die heb ik toen uiteindelijk gekocht. Normaal gesproken ben ik wel iemand die meestal elk jaar wel een nieuw boekje doet. Maar in de mus pas zoveel dat dat eigenlijk gewoon niet nodig is. Ja, en omdat corona er tussendoor is gekomen, heb je de afgelopen 2 jaar sowieso niet heel veel kunnen doen. Dus ja, kon er nog wat meer in. Maar mijn mus is inmiddels zo dik dat 22 past er sowieso niet meer in. En Nathalie had in december al gezegd van joh, je kan beter alvast een nieuwe bestellen. Want ze hebben heel veel leuke, maar toen had ik het nog niet gedaan omdat ik heel erg achterliep. Toen zei ze al van ja, anders ga je in 2022 weer heel erg achterlopen. Nou, daar heeft ze inderdaad wel gelijk in, maar ik heb nu nog niet heel veel gedaan. Maar goed, ik heb nu voor een roze gekozen. Ik vond het heel lastig, want je had zoveel leuke. Echt heel veel mooie afbeeldingen, maar ik heb toch voor roze gekozen met gouden details. Want dat vond ik heel erg mooi. Hij voelt ook heel lekker aan. Ik heb het idee dat deze nog steviger aanvoelt, de kaft, als mijn vorige. En... ik zal het eventjes laten zien. Ik zal jullie even draaien. Kijk, de mus die heeft dus hele kleine puntjes. Wat dus tekenen en zo ook heel makkelijk maakt. Er zit ook altijd een key in, zeg maar. En zo'n boekje met een planner en zo. En dan zie je hier. Die zit een beetje aan elkaar geplakt. Hier zie je zeg maar alle bullet journals die ze nu hebben. Ja, ze hadden echt zoveel leuke. Maar ik vond deze momenteel het leukste. Deze komt dus... ja, bij Bol vandaan. Kijk, ik zit hier ook nog een hele lijst in met pagina ideeën. Dus dat is altijd wel heel erg leuk. Hier kijk ook moonboards en zo. Huishouden, persoonlijk, nou vrije tijd. Een boekentrekker kun je zelfs maken. Nou, echt superleuke ideeën. De mus bullet journal is ietsjes duurder als bijvoorbeeld een bullet journal bij de Action. Want deze mus die was geloof ik 12, 13 euro. Nou vind ik dat voor een mus niet duur. Want nou ja, mijn vorige die was toen 10 euro. Maar die was volgens mij toen in aanbieding of zo. De bullet journals bij de Action zijn natuurlijk wel veel goedkoper. Alleen je merkt wel het kwaliteitsverschil. Deze pagina's zijn vrij dik. Ik weet niet precies hoe dik de pagina's zijn. Maar ik merk wel echt het verschil in het boekje. En omdat ik van mijn vorige zoveel schik had, heb ik dus deze nieuw gekocht. Dus ik ben er heel blij mee. Dus daar ga ik lekker mee aan de gang. Ik heb mijn andere nu bijna afgerond. Kan ik lekker in deze beginnen. Goed, ik ga nu eventjes hier stofzuigen. Dan ga ik eventjes lekker de slaapkamer doen. Want ik zit alweer veel te lang met jullie te kletsen. En ik ga jullie meenemen.
ik ben klaar. Ik heb de slaapkamer weer helemaal schoon. Een heerlijk schoon bed. Ja, dat is toch iets waar ik altijd het blijste van word. Het idee dat je dan vanavond in een schoon bed stapt, is eigenlijk een soort van guilty pleasure voor mij. Ik vind dat zo lekker. Het ging ook eigenlijk allemaal wel vlotjes. Het liep wel lekker door. Ik moet zeggen, met muziek erbij vind ik het ook gewoon altijd heel fijn. Ik weet niet of meer mensen... Ik moet weer niezen. Schoonmaken met muziek, maar ik doe het altijd. Ik luister eigenlijk de hele dag door muziek. Ook als ik aan het opruimen ben boven, dan gaat de speaker mee. Dan heb ik een muziekje aan. Ik vind dat gewoon lekker. Maar dit is gewoon wel weer heel lekker dat alles nu weer lekker schoon is. Tijgertje zat een beetje aan mijn sporttas te likken. Dus die heb ik mooi ook even dichtgeritst. Ik heb er even een schone sporttop uitgehaald. En toen kon die mooi dicht. Ik heb er nog een was in zitten. De zwarte was had ik gedraaid. Naast de wasmand ook wat leger. Dus als die zo klaar is, kan die nog mooi de droger in. Maar wat dat betreft was het wel heel, heel fijn. Ik had zelfs de folders al binnen. Dus die waren lekker vroeg. Maar ik bewaar ze dan wel altijd tot zondag. Ik ga ze dan niet nu al kijken. Want dat vind ik dan niet leuk. Ik ga zo nog even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Ja, vanavond natuurlijk weer Flikker Maastricht. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze Eddie nu een keer gaan pakken. Want ik ben Eddie zat. Ik geloof dat we nog 3 weken hebben. Ik geloof dat 1 april de laatste aflevering is als ik het goed heb. Dus daar kunnen we nog even van genieten als je ervan houdt natuurlijk. Daarna ga ik even Nieuw Amsterdam kijken. Ik moet nog even een video in elkaar zetten voor morgen en even mijn blogpost schrijven. Dan ga ik de Sweet Magnolia's kijken en daarna ga ik verder met Mokromafia. Gisteravond is dat hebben ze in een bioscoop geloof ik gedaan. Voor de acteurs hebben ze de laatste aflevering uitgezonden van seizoen 4. Er mochten dan wat mensen bij aanwezig zijn. Die stond al vandaag online op Videoland. Maar er komt een seizoen 5 aan. Dus dat is natuurlijk wel ook wel weer leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Want ik heb al wel wat beelden gezien. Het is allemaal wel heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. En ik zie jullie dan in ieder geval gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 19 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond nog een pakketje binnengekregen. En ik was eigenlijk heel verbaasd. Want ik had het niet verwacht. Want ik had hem eigenlijk dinsdag pas verwacht. Ik heb namelijk een aantal vlogs geleden verteld dat mijn nagels heel broos zijn. Ik heb echt van alles geprobeerd. Nagelverharder. Ik vel altijd alleen mijn nagels. Ik knip mijn handnagels nooit. Maar ik krijg ze niet stevig. Kijk, zoals deze, die heeft nu best wel een mooie lengte al van zichzelf. Deze beginnen ook aardig te komen. Maar deze twee, die zijn sowieso heel broos. Want die zijn ooit uit het nagelbed geweest. En ik heb er wel weer hele mooie nagels voor teruggekregen. Maar ik merk altijd dat ze heel raar een beetje groeien. Ze groeien ook wat bobbelig. Dus niet super glad. Maar elke keer knappen mijn nagels dus. En ik wist gewoon eigenlijk niet meer wat ik eraan moest doen. Want ja, ik vind mijn nagels altijd heel belangrijk. Ik heb ook wat putjes in mijn nagels zitten. En de nagellak zit er niet mooi op. Dus toen kwam ik Rubber Base tegen. En deze zijn voor harde en sterke nagels. Het handige is, je brengt dit gewoon ook aan met een... Met een kwastje. En het is gewoon eigenlijk echt een gel. En je eigen nagel blijft hierdoor wel flexibel, zeg maar. Dus het is niet wat als je bij acryl hebt of andere producten, dat je nagel helemaal niks meer kan. Ik heb hem in een doorzichtige. Ik heb clear. Je hebt hem ook in roze en in een nude kleur. En ik hoop eigenlijk dat mijn nagels dit gaat verbeteren. Dat ze hierdoor weer wat sterker worden. Minder snel afknappen. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat het nog binnen was gekomen. Want dan kan ik er dit weekend even mee aan de gang. Je hart het uit onder de nagellamp. En je kunt er dus eigenlijk ook een bolling mee maken. Je kunt je nagels er ook mee verlengen. Dit kan door middel van tips of... je kan het ook doen met van die schablonen, zeg maar. Ik weet nog niet of ik dat ga doen. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar in ieder geval, dan kan ik deze sowieso alvast wat steviger maken. Want ik ben gewoon echt bang dat die ieder moment afknapt. Dus dat is nog binnengekomen. Ik heb gisteravond met Nathalie Mario Kart gespeeld. Nathalie had de nieuwe update al gekocht.
En dan had je allemaal nieuwe banen. En toen zei ze van, oh, je kunt ook wel even meedoen. Dus toen hebben we even Mario Kart gedaan. Het was heel leuk, die nieuwe banen. Sommige ook wel wat moeilijker, maar het was wel heel leuk om al eventjes een voorproefje te hebben. Ik heb Flikker Maastricht gekeken, was een hele mooie uitzending. Ik ging nou een beetje verder met een gezin. Dat zit er eigenlijk al vanaf aflevering 1 in. Vanaf aflevering 1 zijn er al heel veel problemen mee. En nu kwam dat een beetje tot een hoogtepunt, zeg maar. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik Sweet Magnolias gaan kijken. Dat eindigde ook super spannend. Ik dacht echt van, wow, wat een wending. Dus dat was wel heel spannend. Vanavond de laatste aflevering helaas. En er is nog geen seizoen 3. Dus dan moet ik morgen weer een nieuwe serie uitzoeken. En ik heb Mokromafia gekeken. En dat was ook wel heel spannend. Mijn boek is ook weer uit. Dus ik mag vanavond een nieuw boek uitkiezen. Dus wat dat betreft allemaal prima. Ik ga zo stofzuigen. Dan ga ik boven de schoenen afmaken. En dan ga ik nog even verder ook met de knutselhoek. En dan vooral eigenlijk het bureau zelf om die even op te ruimen en netjes te maken. Dus ik ga jullie ook gewoon weer meenemen. Maar eerst hier eventjes lekker stofzuigen dat de boel weer netjes is. Want de katten hadden ook weer overgegeven helaas. Dus dat heb ik allemaal al opgeruimd. Dus even goed stofzuigen. Dus en als ik daar allemaal mee klaar ben, ga ik nog even lekker bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga er even aan beginnen en dan neem ik jullie weer mee naar boven toe straks. Nou, ze staan er allemaal op hoor, de schoenen. Heel blij mee. Ja, deze die glijdt een beetje naar voren, maar het is op zich niet heel erg. Dus ja, dit is allemaal mooi geordend. En ook deze hoek is klaar. Kijk, alle stiften staan nu. Het is allemaal lekker weggehaald. Mijn magneten komen zo ook nog heel mooi naar voren. Dit is allemaal lekker schoon. Ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vind het heel mooi geworden zo. Dit ook allemaal al lekker schoon. Ik kan weer naar achter. Dus ja, ik ben voor nu eigenlijk wel heel tevreden. Dat is wel lekker. Nu heb ik hier nog wel heel veel op te ruimen. Maar het hoeft ook niet allemaal in één keer. Dus daar ga ik nog wel eventjes mee verder. Maar voor nu ben ik voor dit in ieder geval alweer heel erg tevreden. Schoenen staan goed. Dit staat goed. Dus helemaal top. Nou, ik ben eigenlijk hartstikke blij. Mijn schoenen zijn helemaal klaar. Ik heb ze gewoon echt helemaal mooi kunnen opruimen. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik dat nu kon afmaken. Ook gewoon het resultaat van het bureau, zeg maar, vind ik heel mooi geworden. Dus ik ben echt heel blij met hoe het er allemaal nu bij staat. Het is nog niet klaar. Ik moet nog verder gaan met opruimen. Maar voor dit weekend ga ik dat niet meer doen. Want morgenmiddag zit ik voor de buis voor Ajax. Maar ik ben heel blij met het resultaat wat ik tot nu toe heb behaald. Ik heb er een heel fijn gevoel bij. Gewoon, ja,
Het is dan zo fijn dat je dingen kan afmaken. En ja, het was heerlijk. Ik heb nog even lekker gebullet-journald. Ik zat hier keihard met die muziek mee te zingen. Dus dat was allemaal wel heel erg lekker. De katten hebben nu net gegeten, maar ze krijgen het weer niet helemaal op. Mickey eet ook minder als voorheen. Dus nou, dan moeten ze het maar laten staan hoor. Als een buikje vol zit, zit een buikje vol, zeg ik altijd maar. Ik heb inmiddels ook even de spullen naar beneden gehad voor de nagels. Ik heb alcohol staan en ook de lamp. Ik moet alleen nog even een bokkenpootje en een bufferblokje pakken. En dan ga ik vanavond denk ik alvast een klein beginnetje maken. Dan denk ik dat ik morgen onder de voetbal verder afmaak. Maar voor nu, ja, het was heerlijk. Ik heb een hele lekkere productieve middag gehad. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik wel weer meespelen met weet ik veel. Maar laat alsjeblieft die app nou wel een keer werken. Want ik word dat ontiegelijk zat. Ik weet ook nog niet wanneer de laatste keer is. Ik had eigenlijk verwacht dat het al de laatste keer zou zijn. Maar dat was dus nog niet. Ik ga vanavond de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik ga ook even de Alles Kunnen Vips terugkijken. Die had ik opgenomen gisteren. Nou, de laatste Sweet Magnolia's dus. Heel benieuwd hoe dit verder eindigt. Hè? Kijk, ik heb een hele zwarte vlek op mijn vinger. Ik weet niet wat het is. Misschien stift, want ik ben ook met stift bezig geweest. Misschien omdat het is. Nou, hopelijk straks met de douche dat het weg is. Ja, en verder ga ik weer Mokro Mafia kijken. Dus dat wordt het ook. En een nieuw boek uitzoeken. En ik weet nog niet welke. Ook dat zijn de struggles van mijn leven. Netflix-series, boeken zoeken. Ik heb er genoeg op staan, maar ik weet gewoon nog niet waar ik zin in heb om te lezen. Dat ga ik vanavond uitzoeken. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu even lekker relaxen en eventjes lekker met mijn blije gevoel dat hoe goed het allemaal is gelukt in acht houden. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 20 maart. Ik zit klaar, want zometeen is de wedstrijd in wedstrijden. Ajax Feyenoord. De tv staat te laat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Mag is nu zijn praatje aan het houden. Ik hoop dat hij ze eventjes flink heeft toegesproken, want we willen dit natuurlijk wel winnen. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. De app die deed het dit keer, dat was heel fijn. Ik kwam helaas één vraag tekort voor een voldoende. Dat was wel heel jammer. Ik had een 5,8 en je moet een 6 hebben voor een voldoende. Die had ik net niet, maar het was fijn dat het allemaal nu werkte. Ik heb ook mijn nagels gedaan met de rubberbeest. Het zit er nu op. Ik heb er twee laagjes op zitten. Je ziet gewoon eigenlijk een transparante laag. Ik heb er niet voor gekozen om ze te verlengen, maar gewoon puur mijn nagels wat steviger te maken. En ik zie nu ook, kijk, deze kan geen kant op, dus ze zijn echt wel heel stevig. Deze hand is ook al klaar. Je haalt het uit onder een lampje. Als je denkt, wat heb je op je hand zitten? Dat is van mijn vitaminepil. Ik moet even mijn handen wassen zo. Dus ze voelen heel stevig aan. Dan ga ik er vanavond ga ik ze gewoon lakken. En nou, prima. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga dit even testen. En er zal nog wel een review van online komen op mijn blog. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat dit gaat doen voor mijn nagels. Ik heb ook nog even Mario Kart gespeeld met Nathalie. Die appte op een gegeven moment. Maar dat had ik niet gezien. Toen belde ze van, doe je nog even een potje mee? Ja, is goed. We hebben weer even wat nieuwe banen gereden. Was wel heel leuk. Ik ben nog steeds niet super goed in Mario Kart. Omdat ik ook nog steeds niet zo goed wist hoe ik mijn tegenstanders kon pesten door bijvoorbeeld dingen te laten vallen. En dan zie je weer een bananenschil liggen. Dus net, ja, die gooi ik neer. Ik zeg, ja, lekker dan. En dan vliegt dat weer om je oren. En dan ben je dus weer gewoon, verlies je wat voorsprong. Maar op zich was het wel heel leuk. Mario Kart is ook gewoon het leukste om met de twee te spelen. Ze zei, misschien kunnen we het ook nog een keer spelen met Frank erbij. Dus gaan we even zien. Maar het was wel heel leuk. Ik wil ook wel de update gaan kopen. Want de nieuwe banen zijn wel heel erg leuk. En ik moet gewoon even wat meer gaan oefenen. Want ik merk gewoon dat ik nog steeds niet heel erg goed ben. Dus als ik alleen met de computer speel, win ik wel. Maar van Nathalie kon ik het eigenlijk nooit winnen. Maar dat was wel super leuk. Ik kies tegenwoordig meestal de motor. Want je kan een motor of een karretje kiezen. En ik had meestal gewoon heb ik de motor. Want ik heb het idee dat ik daar meer snelheid mee maak. Maar dat weet ik niet of dat echt zo is. Ik heb ook even de Alles Kunnen Vips gekeken, was ook wel leuk. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al afgemaakt. De Sweet Magnolia's gekeken, de laatste aflevering. Ja, was wel heel bijzonder hoe dat afliep. Wel jammer dat er nu geen seizoen 3 is, maar die komt er als het goed is wel aan. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het is vrij donker buiten. Het is een beetje, ja, beetje bewolkt. Het is ook een beetje regenachtig. Ik heb lekker een trui aan, want ik heb het zo koud. Ik had het gisteravond in bed ook zo koud. Ik wist niet hoe ik mezelf warm moest krijgen.
Dus uiteindelijk duik je heel diep onder de dekens, maar met lezen is dat een beetje lastig. Dus dat was eventjes minder fijn. Dus ik hoop dat ik het toch met slapen vannacht wat minder koud zal hebben. En ik heb Mokro Mafia gekeken, dat was ook wel weer spannend. Nou, ik ga zometeen eventjes wel even stofzuigen en even de groenten doen. Ik ga straks wel foto's maken, die ga ik jullie straks de spulletjes voor laten zien. Maar ik ga zometeen natuurlijk genieten van deze wedstrijd. Ik hoop dat het goed gaat, anders wordt het hier niet zo gezellig. Maar goed, daar hebben jullie geen last van. Want dat zullen jullie toch niet zien. Maar je zit ook al naar de tv te kijken, dus we zijn er allemaal klaar voor. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik genieten van Ajax, hoop ik. En dan laat ik jullie straks de fotospulletjes zien. En ik hou jullie uiteraard even op de hoogte hoe de stand is. Want ja, dit is altijd wel een dingetje, deze wedstrijd. Dus ik ga nu lekker kijken en nou, ik zie jullie sowieso later. Nou jongens, we zijn nog niet eens echt begonnen. En er is al een probleempje, want de spandoeken die vatten vlam. Zien jullie die rook? Kijk, het is echt heftig. Het slaat ook over, dus dit moet geblust worden. Dus we gaan wat later van start. Want dit is natuurlijk niet oké. Okay. Waarschijnlijk hebben ze fakkels gehad, denk ik. Maar iedereen wordt ontruimd daar. Dit is wel echt heel heftig. Kijk die rook. En volgens mij is de Amsterdam Arena dicht. Als ik het zo zie. Dus beter gooien ze het dak even open, dat die rook eruit kan. Maar dit is niet goed, jongens. Dit moet even geblust gaan worden. Dus we moeten even wachten met de aftrap. Nou, de wedstrijd gaat echt totaal niet goed. We staan achter, dus dat is niet fijn. Maar ik heb wel fotospullen gepakt. Ik heb het Ice Ice Baby oogschaduwpaletten gepakt. Heel benieuwd naar. Hele mooie kleurtjes zitten hierin. Dus die. Ik heb hier een Volume & Lift Brow Mascara die waterproof zou zijn. En deze foundation van Maybelline. Dit is de Dream Radiant Liquid Foundation in de kleur 128. Zeg ik dat goed? Kijk hoor. Ja. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Het is hier ook best wel donker. Ik heb de verwarming inmiddels al een tikje aangedaan. Het is heel koud. Maar goed, ik ga hier even foto's van maken. En dan hopen dat de tweede helft wat beter gaat. En dat we alsnog gaan winnen. Dus tijd om even te fotograferen. Zo, ik zit even onder een kleed. Ik had het zo koud gekregen. Inmiddels schijnt de zon hier weer. Dat vind ik altijd het nadeel van deze tijd. Dan heb je de hele dag een wat grauwere dag. En dan in één keer is het weer zonnig. Maar jongens, deze wedstrijd. Ik had echt een hele hoge hartslag. Mijn moeder die belde eventjes. Net toen de wedstrijd bijna afgelopen was. We kwamen dus na 8 minuten al op 1-0 achterstand. Nou, op een gegeven moment hebben we de gelijkmaker gekregen. Maar toen kwam Feyenoord ook weer op de 2-1 te staan. Of 1-2 eigenlijk. Die wisten we gelukkig ook weer gelijk te trekken. Dus ik dacht, nou, dit wordt gelijkspel. En uiteindelijk maakt Ajax toch nog een doelpunt. En hebben we dus gewoon gewonnen. Hoe dan? Gewoon weer. Ik schrok ervan. Ik had net eventjes een appje in de groepsapp gezet. Want ik kreeg net de melding dat de weerman Piet Paulusma was overleden. Heel jong nog, 65. Hij was ziek. Schrok ik een beetje van, want ik ken hem altijd nog van SBS6. Dus ik wist ook niet dat hij ziek was. Maar ja, vond ik wel eventjes schrikkend dat hij was overleden. Maar goed, de spanning was zo hoog. Ik heb staan springen, ik heb staan juichen hier in de kamer. Ik heb staan klappen. Ik had op een gegeven moment zere handen van het klappen. Ik had zere benen van het springen, maar ik was helemaal enthousiast. Dus wauw, het was echt, ja, dit was echt een hele spannende wedstrijd. En ik heb er onwijs van genoten. Ik ga straks nog even de hoogtepunten kijken. Ook om 7 uur bij het sport. Dus, maar wauw, het was echt spannend. Ik heb de foto's lekker klaar. Ik moet alleen nog even de lamp opruimen. Ik heb mijn vlees op staan. Ik had sucadelapjes, die heb ik al op staan. Die kan ik straks lekker eten. Ik ga zo even lekker douchen. Even lekker een beetje warm worden. Vanavond heb ik Wie van de Drie om te kijken. Ik ga verder eventjes dat programma daarna, dat Million Dollar Island, kijken. Dus ik ga foto's bewerken en ik moet dus een nieuwe Netflix-serie uitkiezen. Dus daar moet ik nog eventjes naar kijken, want ik weet nog niet welke het gaat worden.
Sowieso heb ik vanavond ook weer flikken. Dus dat is het ook wel. En ik ga eventjes mijn nagels lakken. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat over de rubberbees heen. Maar ja, het was echt een hele spannende dag met een hoge hartslag. Maar ik ben heel blij. Ik ga nu lekker mijn dingen doen. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 21 maart en ik ben klaargemaakt. Ik had net een heel klein knoopje in mijn ketting. Het is een best wel dun kettingje, dus er gaat heel makkelijk een knoopje in. Dus toen heb ik er even een naaldje achter gezet. Toen kreeg ik hem gelukkig los. Toen kan ik niet zo goed tegen knoopjes in mijn ketting. En ik doe hem altijd wel heel zorgvuldig af, maar toch op een of andere manier komt er heel gemakkelijk een knoopje in. Nou, ik heb gisteravond lekker gegeten. Ik had die chocoladelapjes, die waren heel lekker. Alleen, ik had er een beetje te veel kruiden op gedaan. Dus ik had wel de hele avond een beetje dorst. Ik heb het overigens ook weer koud. Ik had het vannacht ook weer koud. Dus de kou is nog niet uit mijn lijf. Ik heb Wie van de Drie gekeken, was wel heel leuk. Ik heb Million Dollar Island gekeken, was ook wel leuk. Ik heb mijn nagels gedaan, dat is dit kleurtje geworden. Heel leuk lakje. Dit is de Strong Clean and Strong Nail Polish van Essence. Deze. En dit is de 07 Juicy Terra. Dus ja, een leuk kleurtje. Ik heb mijn foto's bewerkt. Die zijn af. Ik ben ook met een nieuwe serie gestart op Netflix. En dan moet ik alleen eventjes opzoeken. Want ik had er een screentje, ik had er een fotootje van gemaakt. Ik weet ook alleen niet of ik hem uit kan spreken. Want hij is Spaans. Even kijken hoor. Mentiras heet die. Het gaat over een vrouw die heeft een, die gaat op een date met een man. En na afloop zegt zij dat ze verkracht is. Hij zegt van niet. Dus was op zich wel heel spannend. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. Ze kunnen ook geen sporen vinden. Dus ja, het is een beetje zijn woord tegen het hare. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ze was wel geslaagde. Ik heb flikken gekeken, dus dat was ook wel weer leuk. Dus ja, verder allemaal prima. En ja, toen kroop ik in mijn bed en dan ruik ik zo lekker de geur van mijn vers gewassen beddengoed. En dan kan ik dus niet meer achterhalen welke wasverzachter ik heb gebruikt. Over het algemeen gebruik ik Robijn, soms Lenor. Maar ja, dan heb ik hem een tijd geleden gewassen en dan weet ik gewoon niet meer waar het naar ruikt. Maar het ruikt dan heel lekker fris. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik ga zo meteen de boel doen. Ik ga de gang doen, de katten bakken. De douche, ik moet nog een was opvouwen. Dus ja, ik ben wel eventjes druk. Het is op zich, ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Ja, ik heb het koud, maar op zich is de buitentemperatuur niet heel fris. Het is nu 16 graden en het is dan zonnig. Gisteren is officieel de lente ingegaan. Maar ja, ik merk dat ik het toch nog wel, wel koud heb. Dus ja, ik ga nu eerst eventjes een was aanzetten. En dan ga ik even aan de gang. Ik neem jullie gewoon weer mee. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen.
Alles is weer klaar. Schone kattenbakken, schone douche, schone gang, de was is opgevouwen. We hadden soms al van dat ik mijn kledingkasten boven moet hebben. Dat ik niet daar echt heel veel ruimte voor heb. Maar aan de andere kant moet ik heel blij zijn dat ik boven zo'n grote ruimte heb. Maar dan kan je het gewoon niet meer zo makkelijk wegleggen. Weet je, als je normaal bijvoorbeeld je kledingkasten in een slaapkamer zou hebben, dan zou je het daar neerzetten. En dan zou je het gelijk in de kast kunnen werken, maar dat kan ik niet. Maar goed, dat komt wel weer goed. Morgen woensdag zal ik het even in de kast leggen, maar het is in ieder geval weer opgevouwen. Mijn gewassen was dus ook al klaar. Die kan zo meteen de droger in. Alleen mijn wasmachine is gaan lopen. Dus die is heel erg naar voren gekomen. Dus die moet ik weer even terug naar achteren duwen. Maar op zich wel lekker dat alles weer gedaan is. Dus ja, wel lekker. Het was toch nog best wel. De temperatuur is buiten best wel oké. Want ik was even oud papier wegbrengen en het kattengrit en zo. Dat was op zich eigenlijk wel prima. Maar ja, omdat ik het gewoon de hele tijd een beetje koud had, had ik toch nog zoiets te kiezen voor een trui. Maar goed, ik ga zometeen even lekker relaxen. De katten hebben net ook lekker hun eten op. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je weer uitstel van executie en Chateau bijstand. Dat ga ik lekker kijken. Ik moet nog even een video in elkaar zetten voor morgen. Ik moet even mijn blogpost schrijven. Ik ga lekker verder met mijn Netflix-serie en ik ga ook weer lekker flikken kijken. Dus niet heel veel spectaculairs of zo, maar wel gewoon wel weer lekker om eventjes weer verder te gaan daarmee. Verder heb ik ook eigenlijk niet heel veel te vertellen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even de was in de droger doen en even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag, het is 22 maart en ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen de woonkamer doen, want ik ga morgen boodschappen doen. En mijn coach heeft wel gezegd dat ze later in de middag zou zijn, maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat ze uiteindelijk wel vroeger is. En dan vind ik het wel fijn als ik gewoon klaar ben. Dus ik ga dat zometeen even doen. Gisteravond is er ook een glas water omver gegaan. Ik zit de laatste tijd 's avonds wat vaker aan een glas water. En het probleem is, ik heb iets in mijn oog. Dat de katten dat ook leuk vinden om uit mijn glas te drinken. Momentje. En ik heb daar ook een filmpje van gemaakt. Die kan ik wel eventjes laten zien. Maar die is wel horizontaal gefilmd. Dus je hebt wel zwarte randen in beeld. Maar ik zal hem er wel eventjes hierna inzetten. Maar goed, toen was ik gisteren in de keuken en ik hoor wat omgaan. Ik dacht, oh, dat zou eens mijn glas water kunnen zijn. En inderdaad, het was mijn glas water die omgevallen was. Hij viel op het kleed, maar het glas was wel kapot gegaan. Dus toen heb ik wel alle glasscherven zo goed als ik kon bij elkaar geraapt. Maar het was donker en het was ook al na tienen. Dus ik wilde ook niet meer de stofzuiger pakken. Want ja, ik vind dat gewoon niet netjes naar je buren toe om na tienen nog te stofzuigen. En ik heb daardoor ook wat slechter geslapen. Omdat ik heel erg bang was dat er nog glasscherfjes zouden liggen. En ik dan bang was dat de katten zich zouden bezeren. En inderdaad, ik kijk nu met daglicht en ik zie inderdaad nog een paar kleine splinterstukjes liggen. Ik had echt alles zo goed mogelijk opgeruimd. Ook met een lamp erbij. Maar ja, dat is dus toch niet helemaal gelukt. Dus dat was eventjes vervelend. Gisteravond heb ik uitstel van executie gekeken. Dat was wel echt een hele interessante aflevering. Ook wel heel heftig. Het was ook voor het eerst dat ze iemand hadden met een huurhuis. Maar het was wel heel mooi. Ook wel heel sneu. Daarna heb ik Chateau bijstand gekeken. Nou, ik ging helemaal stuk. Allereerst, Martien snapt het fenomeen marktplaats niet. Want dan staat er iets op voor 20 euro. En dan zegt hij, oh, dan bieden wij 30 euro. En dan zag je Erika echt zo kijken van... Nee, als je iets 20 euro is, dan kun je gewoon 20 euro bieden. Ja, als je het dan hebt, heb je geluk. Heb je het niet, heb je pech. Maar mensen die geen geld hebben, die kunnen niet overbieden. Maar hij zegt steeds, we gaan overbieden. Hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Toen moesten ze schoonmaakspullen kopen. Toen gingen Martien en Maxime die gingen dat samen doen. Ze gingen naar het Kruidvat, hadden ze eerst allemaal aanmerken. Toen later kwamen ze dus ook de huismerkdingen tegen. Toen hebben ze alle aanmerken teruggezet, want die waren natuurlijk een stuk duurder. En toen waren ze heel trots. Ze hadden best wel wat spullen. Ze waren 13 euro of zo kwijt. Iets meer dan 13 euro. En toen kwamen ze terug bij dat huis. Zeggen ze heel trots tegen Erika. Van ja, kijk wat we allemaal hebben. Ja, hoeveel kost dat?
Nou, raad maar, zij zei €12. Nee, het was 13 en helemaal blij. Nou, ik vind het duur, zegt ze. Nou, weet ik dus zelf niet of kruidvat heel duur is in schoonmaakmiddelen. Want ik koop eigenlijk mijn schoonmaakmiddelen of bij de Action of eigenlijk heel vaak bij de supermarkt gewoon. Dat zegt Martien trouwens ook heel raar, Action. Hij zegt Action in plaats van Action. Maar ja, ik heb in ieder geval heel erg veel lol gehad. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb ook de extra video heb ik ingepland. Die staat inmiddels online. En toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Echt super spannend. Helaas maar 6 afleveringen en daarna flikken. Dus dat was het verder ook. Ik ga nu even water maken. En ik ga jullie gewoon meenemen. Dan ga ik eventjes hier lekker aan de gang. Dan is het klaar. En dan ga ik daarna nog eventjes doodles tekenen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ja, ik ga eventjes wat doen nu. De poesjes hebben lekker hun eten opgesmikkeld. Ik heb hier de woonkamer weer schoon. Ik heb dus ook even het hele vloerkleed aan de kant gehad. Ik had verwacht dat er heel veel troep zou liggen, maar het viel mij reuze mee. Het enige wat ik vond was een lirietje en een plasticje. Maar eigenlijk qua troep viel het wel mee, maar gelijk even goed rondgedweld. Ik zag wel wat pikplekken, dus die zijn nu lekker weg. Dus dat was ook wel heel fijn. Al het glas is opgeruimd. Ik zie nu echt helemaal niks meer, dus daar ben ik wel heel blij om. Gaat met de stofzuiger toch beter dan dat je het met je hand bij elkaar raapt, maar dat is fijn. Ik heb de paaspulletjes alvast even opgezocht, want die had ik ergens in een doosje neergezet en ik wist niet precies waar, maar die heb ik gevonden. En ik heb zeg maar boven heb ik nog een opberghok en er zat een TL-licht. En ik dacht eigenlijk dat het licht geknapt was, maar nu deed hij het ineens weer. Dus daar ben ik ook wel blij om, want dan kan ik die ook gaan uitruimen binnenkort. Dus ja, dat was ook wel heel fijn. Ik heb even doodles getekend. Ik heb nu de eerste 20 doodles achteraf. Dus ik loop wel weer achter. Maar goed, misschien dat ik morgen nog wel even verder ga. Net wat ik zeg, ik weet dus niet hoe laat mijn coach er is precies. Dus ik ga het morgen wel zien. In ieder geval ben ik wel ook wel weer eventjes lekker verder meegekomen. Dus dat was ook wel lekker. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft top. Ik ga zo relaxen en straks even douchen. Ik heb een klein beetje hoofdpijn. Dat komt nu ook dat de zon weer zo heftig is. Mijn lichaam moet daar heel erg aan wennen. Helemaal als die klok zaterdag vooruit gaat. Dan ben ik zondag een zombie tot en met. Maar goed. Nou, dan ga ik na het douchen lekker eten. En dan ga ik vanavond weer Married at First Sight kijken. En ik ga de vlog afmaken. Wat foto's bewerken. En dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. Heel veel zin in en weer lekker flikken. Dus dat wordt het ook wel vanavond. Dus niet heel spectaculair of zo. Ik ga bij deze in ieder geval ook de weekvlog afsluiten. Dus deze week even geen boodschappen. Dus de komende weekvlog is het 2 keer boodschappen. Als het goed is. Maar dat kan ook nog veranderen. Maar goed, dat zien we wel. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een belletje. Ik heb een hele vieze bril op. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!